Het van een startende eenmanszaak. Nou, wat nou de, precies de onderhandse vermogensmarkt is en wat nou de openbare vermogensmarkt is. Het financieren van een startende eenmanszaak. Stel dat jij een eigen eenmanszaak wil oprichten, dan begin je met een alomvattend ondernemingsplan te schrijven. In het ondernemingsplan geef jij inzicht in de ambities van het bedrijf en maak je ook een begroting. In de begroting worden de toekomstplannen van de ondernemer doorgerekend. Hiermee worden zwakke plekken en risico's zichtbaar. Het is goed om van tevoren helder te krijgen wat wel en wat niet haalbaar is. Aan de hand hiervan kun je prioriteiten stellen. En het kan bijvoorbeeld goed mogelijk zijn dat voordat jouw nieuwe bedrijf omzet kan draaien, laat staan winst, er investeringen gedaan moeten worden. In eerste instantie. Is het goed mogelijk dat je geld gespaard hebt en dit wil gaan gebruiken voor die investeringen? Dit is je eigen inbreng. Jouw eigen inbreng is in eerste instantie het eigen vermogen. Uh, het eigen vermogen van een bedrijf laat als het ware zien welk bedrag de eigenaren in hun bedrijf gestoken hebben. Het is natuurlijk goed mogelijk dat je eigen inbreng niet genoeg is en dat je een lening moet gaan afsluiten. Op basis van een goed doordachte begroting kan worden bepaald hoeveel externe financiering er nodig is om, en of die financiering bij de bank geregeld kan worden of bij een alternatieve financier. Zowel de bank als, een, als andere financiers zullen een meerjarige begroting eisen voordat zij tot financiering overgaan. Met een begroting laat je de financier zien wat je met het geleende geld gaat doen. En het, ja, het wordt door financierders eigenlijk best vaak verwacht dat startende ondernemers eigen geld inbrengen als een deel van het startkapitaal. Omdat de ondernemer dan ook persoonlijk financieel risico draagt. Oké, okay. we gaan het nu hebben over de onderhandse vermogensmarkt, de hele markt van vraag naar en aanbod van financiële middelen wordt de vermogensmarkt genoemd. De vermogensmarkt is eigenlijk in te delen in twee vormen: de onderhandse vermogensmarkt en de openbare vermogensmarkt. We gaan het nu eerst hebben over de onderhandse vermogensmarkt. Als je dat eigen bedrijfje gaat oprichten, dan kan je natuurlijk in eerste instantie geld lenen bij bekenden of bij familie. Maar in de meeste gevallen gaat men naar de bank om een lening af te sluiten. Er zijn echter ook andere vermogensverschaffers. Een vermogensverschaffer is iemand of een bedrijf die vermogen beschikbaar stelt aan een ander bedrijf of andere organisatie. Bijvoorbeeld in de vorm van aandelenkapitaal, een lening of zelfs een obligatielening. In het eerste geval wordt de vermogensverschaffer mede-eigenaar. Hij of zij of het bedrijf koopt dus aandelen in ruil voor geld. Wat in het eigen vermogen dan weer terechtkomt. In het tweede en derde geval is deze een financier die een lening verstrekt. Een lening is onderdeel van het vreemd vermogen. Het vreemd vermogen is opgebouwd uit de verplichtingen of schulden van een onderneming. Het bedrijf moet rente betalen over de te ontvangen lening. Bij een eenmanszaak zou je voor externe financiering dus altijd op zoek moeten gaan naar vreemd vermogen, omdat je per definitie geen aandelen kan verkopen in ruil voor geld in de vorm van eigen vermogen. Je bent namelijk eenmans. Nou, nu zijn er een paar voordelen en een paar nadelen van vreemd vermogen. De voordelen van vreemd vermogen zijn dat de kosten, de rente dus van vreemd vermogen, die, die relatief laag is. De ondernemer blijft gewoon 100% eigenaar van de onderneming. En de rente op vreemd vermogen is ook nog eens fiscaal aftrekbaar. En dat levert uiteindelijk een belastingvoordeel op. Maar er zijn ook een paar nadelen. Zo is er een renteverplichting en een aflossingsverplichting, waardoor je een deel van je liquide middelen, dus het totale geld eigenlijk wat een bedrijf in kas heeft. Niet gebruikt kan worden voor bedrijfsactiviteiten. Ook kunnen bepaalde eisen worden bedongen door de financier, zoals een voorrang op het afbetalen van de lening boven andere uitgaven. Het vreemdvermogen in de onderneming mag vaak niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de financier. Nou, een onderhandse lening wordt dus eigenlijk altijd afgesloten door één kredietgever. En één kredietafnemer. Er is dan dus rechtstreeks contact tussen beide partijen. En zoals ik net al aangaf, kan je hierbij dus denken aan een lening tussen een bank en een bedrijf. Uh, of een onderhandse lening uh, binnen de familie tussen ouders en kind. Doordat het een rechtstreekse lening bedraagt, is het ongebruikelijk en vaak ook lastig om de lening te verhandelen. Hiermee bedoelen we dat de kredietafnemer van kredietgever wisselt. Over de voorwaarden van de lening, zoals de looptijd van de lening en het rentepercentage, de kosten van de lening, kan worden onderhandeld. Vaak zijn de afsluitkosten van zo'n type lening vrij laag. Bedrijven zoals een BV kunnen op de onderhandse vermogensmarkt ook op zoek gaan naar investeerders, die helpen met financiering in ruil voor aandelen van een bedrijf. Het geld wat dan geïnvesteerd wordt, wordt onderdeel van het eigen vermogen. In de vorm van aandelenkapitaal. En de financier wordt dan dus mede-eigenaar, oftewel aandeelhouder van het bedrijf. Aandelen zijn dus eigendomsbewijzen van een deel van de onderneming en geeft daarmee dus ook recht op een evenredig deel van de winst die die onderneming maakt of uiteindelijk gaat maken. Zo kan een bedrijf in zee gaan met venture capitalists. In het Nederlands heten dat durfkapitalisten. Dit zijn eigenlijk investeringsfondsen die investeren in een beginnend, vaak snel groeiend bedrijf. Ook kan een nieuwe onderneming geld ophalen via equity-based crowdfunding. Nou, equity-based crowdfunding dat houdt eigenlijk in dat een hele grote groep van allemaal verschillende mensen allemaal een klein deel van de investeringsronde financieren. Met als belofte dus uiteindelijk dividend en waardevermeerdering van het aandeel te ontvangen. De voordelen van het aantrekken van eigen vermogen zijn dat naast geld haal je heel vaak ook kennis en een netwerk in huis, wat je dus weer kan gebruiken met het verbeteren van je bedrijf. Uh, ook zijn er geen rente- en aflossingsverplichtingen, waardoor je dus veel ja, beter je liquide middelen kan besteden. De solvabiliteit wordt ook beter. Solvabiliteit is de verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Hierdoor wordt het dus gemakkelijker om vreemd vermogen aan te trekken, omdat je nog geen betalingsverplichtingen aan leners hebt. Er kleven ook een paar nadelen aan het aantrekken van eigen vermogen, namelijk dat je een deel van je eigen onderneming verkoopt. Iemand anders wordt mede-eigenaar en zal dus ook willen meebeslissen over de koers van het bedrijf. Het is relatief duur, want financiers van eigen vermogen verlangen een hoog rendement en strijken dus uiteindelijk een deel van de winst op door middel van dividenduitkeringen, die jij in de toekomst niet meer gaat krijgen. De onderneming moet ook gewaardeerd worden. De financier wil natuurlijk, voordat het contract wordt afgesloten, een zo goed mogelijk beeld hebben van hoeveel het bedrijf waard is voordat hij of zij het koopt. Oké. Okay. Nu gaan we het hebben over de openbare vermogensmarkt. Naast de onderhandse vermogensmarkt kunnen sommige bedrijven financiering verkrijgen op de openbare vermogensmarkt. Alleen bedrijven met de rechtsvorm naamloos vennootschap, oftewel NV, kunnen dit. Een NV is een bedrijf waarbij de aandelen vrij overdraagbaar zijn. Dat gebeurt vaak op de beurs. Op de openbare vermogensmarkt kunnen er honderden of misschien wel duizenden kredietgevers zijn voor één kredietafnemer? Dit bedraagt dan ook grote sommen geld. Vaak gaat dit over miljoenen euro's en soms ook wel gewoon over miljarden. Hierbij is er geen rechtstreeks contract tussen de kredietgever en de kredietafnemer, maar dit loopt via investeringsbanken. Dit betreft dus wel eigen vermogen, want de kredietverstrekker. Neemt een aandeel in het bedrijf in ruil voor geld. Dit aandeel kan hij of zij dan ook weer verhandelen aan andere kredietverstrekkers. Op de openbare vermogensmarkt kan ook vreemd vermogen worden verstrekt. Bedrijven, maar ook overheden kunnen namelijk obligaties uitgeven. Obligatieleningen zijn geldleningen. Deze hebben een vaste looptijd, vaak. Geldt deze looptijd van 5 tot 30 jaar. Zo kan je dus via een obligatie een bepaalde hoeveelheid geld lenen aan de overheid of aan een bedrijf. In tegenstelling tot onderhandse leningen zijn over de voorwaarden van de lening eigenlijk niet te onderhandelen. Deze voorwaarden zijn voor iedere obligatiehouder gelijk. Echter is het wel mogelijk om voordat de tijd van de lening verstreken is de lening weer te verhandelen, of dus door te verkopen. Het is dan ook veel gebruikelijker dat een obligatiehouder de obligatie verkoopt voor het verstrijken van de looptijd aan een hele andere koper. En die koper die kan het weer voor het verstrijken van de obligatietijd verkopen aan een andere koper. Zo gaat zo'n obligatie vaak wel heel veel verschillende handen verder voordat hij uiteindelijk verstrijkt. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd en tot de volgende! Hey, geluksvogel! Moet jij dit jaar examens doen? En wil je meer video's van elk vak van alle examenonderwerpen netjes op een rijtje? Kijk dan op digistudies.nl